Stevie and his Evie lived alone on a small house between other houses. Stevie kept to himself. Hugging Evie and playing video games is on the table. Boxes of Pokemon cards were lying untouched. Life was simple. But Stevie was quite lazy. That was until the day Stevie heard a voice from above. Your boxes are still lying on the table unopened. It's time to open them. I will do my best to open them, strange voice, Stevie replied, rushing towards the table, grabbing one of the boxes, ready to open them. Again, the voice called to him. The box is still unopened. You need to open them and show everybody the power that's inside. All right! I will work on it! I have faith in the cards, Stevie replied, as he opened the box and started to place them around the table, getting annoyed. One last time, Stevie heard the voice calling to him. You've done as I asked. But I still question your devotion to me. Ja, hoe voelden wij je? Devotion. Ik zou hem zijn devotion geven. Wel wil ik jullie heel eventjes waarschuwen dat er mogelijk spoilers in deze video zitten als je de Leafeon V-Box nog niet hebt gezien. Hou daar rekening mee. Goed, met dat gezegd te hebben, wij gaan naar een hele mooie legerdoos kijken van Glaceon V-Star. Reden daarvoor is, nou heel erg simpel, ik heb het al heel erg mooi uitgepakt. Dit zit er precies in. Er zitten ook promokaarten bij natuurlijk en die heb ik nog heel eventjes mooi offscreen gehouden, want dat is natuurlijk de grote reveal. Ook net zoals bij de vorige doos zit er ook weer een leuke V-Star token in. Nee, dat is dezelfde, je liegt! Nee hoor, ik ga het jullie laten zien. Eventjes deze erbij pakken. Daardoor hebben we er nou twee. Dus nu kunnen we VV-stars zijn, weet ik veel. Ik vind het leuke dingetjes, maar ja, volgens mij heb ik er maar eentje nodig. Maar ik vond de kaarten vond ik natuurlijk het belangrijkste. Hoe ziet onze grote promo eruit? Nou zo. Ik vind hem echt awesome. Ik bedoel nogmaals, de kaarten die vind ik het allerbelangrijkste natuurlijk vanwege de art. Ik speel het spel niet echt actief meer. Ik heb het wel gespeeld. Dat was nog in de tijd van de EX. En na een tijdje had je toen de... Hoe heet dat nou? Met de G-Moves. Ik weet niet meer precies hoe dat... Dat waren de G-Max volgens mij. Of, nee, de GX was dat. De GX-kaart had je toen. Toen heb ik nog wel actief gespeeld, maar ja, daarna eigenlijk niet verder meer. Stevie, minder gepraat, meer openen! Oké, nou in ieder geval, dat is de grote promo. En ja, het leuke is natuurlijk, die krijg je dus ook als playable kaart. En er komt ook nog eens een keertje de gewone bij. Want ja, je hebt natuurlijk de gewone nodig om deze te kunnen gebruiken in-game. Ik moet wel zeggen, ik vind de art echt super cool. Pun intended. Dus deze kwam mooi hier heel eventjes mooi bij te liggen. En zoals bij de vorige heb je dus Fusion Star, twee pakjes, of Fusion Strike, sorry, en twee pakjes van Evolving Skies. Nou ga ik deze expres als laatste bewaren, omdat de vorige keer toen wij een evolutiepack openden, de pack met Umbreon erin, kwamen wij deze mooie Glaceon kaart tegen. En ja, dit is geen promo, deze die is dus uit het pakje getrokken. En ja, die hoort gewoon eigenlijk hier bij deze, in verband met ja, deze, die staat in het teken van onze Glaceon. Nou, laten we beginnen met een Fusion Strike. Laten we ze zo mooi op elkaar gaan leggen en laten we maar eens beginnen met het pakje te openen. En ondertussen is het ook hartstikke leuk om natuurlijk te praten over Pokémon Legend of Arceus. Ik ben in deze video heel erg nieuwsgierig, wat is jullie mening over de game? Niet vergeten jongens, we hebben een nieuwe manier om de codes eigenlijk dus stiekem weg te schuiven. Ik haal hem heel eventjes zo weg. Ik zie niet wat voor kaart dat het is. Jullie zien niet wat voor kaart dat het is. Dus we weten niet of het een heel goed pakje gaat worden of een slecht pakje. Dus dat houdt het lekker spannend voor ons beiden. Nou, ik ben zelf eigenlijk met Pokémon Legend of Arceus ben ik met Psychic Energie verder gegaan. Door te zeggen van, dat is een draklook. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de nieuwe gameplay vind ik echt heel erg gaaf. Het enige wat ik jammer vind is dat er heel weinig multiplayer in zit. Even kijken, we hebben hier Corsair Queer, Shauna. Die heb ik al lang niet meer gezien. Die komt nog uit de Sun and Moon serie. Of zelfs uit de EX serie. Uit, niet Sun and Moon, maar... Wacht, dat was niet Sun and Moon, maar dat was de X&Y serie zelfs. Wauw, dat hij weer terug is gekomen. Gaaf joh. Onyx, het is ook weer lang geleden dat ik unboxings heb gedaan. Laten we eerlijk wezen. Chuddle. We hebben Shroomish. We hebben een Klefki.
Echt jongens, echt, ik geniet van die art. Travis. Oké, misschien niet van deze art. Jinx, I jinxed it. Oh jeetje. Een Latias. Ik dacht dat het... Oh, was dat alles al? Was dit een reverse holo? Jeetje, ik moet echt mijn lamp fixen, want ik zie nog niet eens het verschil tussen een reverse holo en een holo rare. Ups. Nou ja, oké, als dat onze reverse holo was en later... Ik dacht al bij mijn eigen van Latias, dat kan nog geen commentaar zijn. Ik bedoel, serieus, dat is een legendary. Legendaries die zijn legendary, weet je wel. Dus dat kan niet zomaar in één keer een legendary met een legendary zijn. Goed. Nou, we gaan gewoon gelijk verder eventjes met Evolving Skies. Waarom nog niet? Zo. Lekker speetje met die achtergrondmuziek. Dat vind ik wel erg leuk. Dus, Nee, maar ik moet zeggen, ik ben inderdaad een hele grote fan van... Ja, de manier waarop dat ze nou de gameplay dus eigenlijk gedaan hebben. Ik bedoel, open wereld. Nou ja, het voelt een beetje, de wereld voelt een beetje leeg aan. Maar ja, dan moet je natuurlijk zelf een beetje spelen van, wat vind je er zelf van? Maar ik vind open wereld een beetje leeg aanvoelen, maar gewoon dat daar de Pokémon in zitten. Dat sommige agressief zijn, sommige niet. Dat is zeker heel erg gaaf. Storyline, goed, in ieder geval. Waterenergie. Lambre. Lucky Ice Pop. Oké, wacht eventjes. Dit is een coolbox. We hebben Evolving Skies. Daar zitten evoluties in. Foreshadowing match. Scrafty. Sableye. Teddy Ursa. Zo cute hard weer. Ik hou ervan. Mareep. Hebben ze die kaart niet eerder gebruikt? Kom, ik ken het voor. Zora. Zorua. Dit is trouwens een andere vorm. Genoeg. We zijn kaart aan het doen. Tentacool. Acooltent. Oké, onze reverse holo en mocha. Oké, dat is overduidelijk. Ik kan het hier heel erg goed zien natuurlijk. En de art is zeker gaaf. Maar goed. Oh boy. Oh boy. Volgens mij hebben we een golden card. Volgens mij hebben we een golden card, jongens. Het is... Is dit golden Frostlass? Dit is volgens mij golden Frostlass. Het is geen V-card. Maar het is wel een golden. Wauw. Nice. Nou, echt serieus jongens, die gaat gelijk even kijken. Deze die moet daar. En dan pak ik heel eventjes een sliefje gelijk bij. We hebben gewoon een Golden Frostlass. Oké, ik ben niet zo enthousiast als toen we die Glacial trokken. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik moet wel zeggen, echt Evolving Skies, je bent lief voor mij. Laten we eerlijk wezen. Zo, gelijk heel eventjes in een protective koffer. Maar dan vind ik het grappig. Dit is... De Frostlass is een full art. Het is geen V-card of V-star card. Het is gewoon oude full art, zeg maar, die super rare zijn gemaakt. En dat is eigenlijk aan de ene kant wel gaaf. Al had ik natuurlijk liever een evolutiekaart gezien, maar... Damn, dit is een mooie. Ik vind hem echt mooi. Nice. Nou. Dat is weer een hele coole pool. Dankjewel, Glaceon. Oh, wat is dat? Ach, sorry jongens, ik leg hem hier wel eventjes... Nou, trouwens, nee, ik kan hem daar niet bij leggen. Ik moet hem daar neerleggen, want hier leggen we onze kaarten neer. Al moet ik wel zeggen, jongens, voor de andere... je weet wel, voor de Spook-Pokémon-fans, voor de Gengar bijvoorbeeld... Ik moet zeggen, ik vind deze Gengar vind ik echt terrifying. Ik bedoel, echt serieus. Dat is gewoon een tunnel naar hel. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, dat is gewoon creepy. Goed, nou. Ben ik helemaal echt nieuwsgierig. Oh, ja, dat verklaart wel. Een full art gewoon. Ja, je ziet maar heel erg reflecten van het licht wat ik gebruik. Ja, light issues jongens. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk om gefocust op in met de camera. Dat vind ik zelf eigenlijk een van de belangrijkere dingen. Goed, nou eventjes weer offscreen. Eventjes die eruit halen. Voor mij het ook lekker onbekend houden. En laten we eens heel eventjes kijken wat we hierin hebben zitten. Waarom ook niet? Oké, vier kaarten van de back. Dan gaan we daar voren toe. Altijd heel voorzichtig met de kaarten. Dat is wel één ding, weet je wel. Iedereen heeft het alleen maar over waardes en hoeveel waarde dat een kaart is. Ik ben echt van de verzameling van... Goh, dit komt weer, weet je wel, van René-cards af. Ik ben aan het unboxen. Ik vind de art vind ik heel erg mooi. En de waarde, ik bedoel, je geeft er geld aan uit omdat je het wil verzamelen. Dat is mijn mening, hè. Als je dan zelf doet van nee, ik wil het doorverkopen voor winst. Zelf weten, dat moet je zelf doen. Ik zelf ben daar niet echt een liefhebber of voorstander van. En ik heb echt zoiets van, ja... Nee. Dus, maar dat is gewoon mijn mening. Dus ben je zelf wel van waardes en ik koop alles in en ik verkoop het. Dan moet je helemaal zelf weten. Maar ik ben daar dus geen voorstander van. In ieder geval, Low Bunny. Eevee, ik serieus, kun jij dit ook? Oké, Eevee slaat geen reactie. Never mind. Jongens, ik ben helemaal mijn reclame stukje vergeten. Moet ik nog heel eventjes doen. Nee, niet nu. Pas erop.
We zijn al in het middel van boxing, dat kunnen we nou niet maken. Simmersage, we zagen het. Pansage, pansage. Hallo. Oké, dat klonk een beetje als Patrick Sterra, sorry. Pancham. We hebben een Galarian Duramaka. We hebben een Indeedee. Don't push that button. Oké, ik kan heel slecht een Dekter impersonation doen. Reverse Hollow Impidimp. Wat een naam, hè? Impidimp. Oh. En een... Gorg. Het is gewoon Gorg. Jongens, ik serieus. Ik ga heel eventjes mijn mond spoelen omdat ik deze naam niet juist kan spreken. En tot ik me daarna diep verschaam. En hier is eventjes een woord van onze sponsor. Wil je nu zelf ook een keer langskomen om de gezelligheid te ervaren, je deck uit te proberen, een deck te maken of rondkijken naar de geweldige games en collectibles die er te koop zijn? Kom dan gezellig langs bij René Cards. Deze is te vinden op het Fonteinplein 22D in Naaldwijk. Of bestel je producten online op www.renécards.nl. Oké, heel erg raad dat ik eigenlijk dus nou de sponsor al hebben nog maar één pakje over. Maar ik bedoel serieus, Silvio die staat hierop. Dit wordt wel heel erg spannend gemaakt. Ik serieus dat we weer de spannende muziek van Mumee erbij gaan gooien. Jongens, ik kan niet wachten. We gaan gewoon gelijk beginnen met het unboxen van dit pakje. Waarom niet? Ik ben zeer gezegend. Nieuw serie. Oké, ik flikker daar gewoon op de grond. Ik serieus, dat wordt het wel. Oké, heel eventjes. Die gaat daarheen. En ik zie een JB'tje, maar die JB'tje die bestaat niet pas. Maak dit heel spannend. Het is onze Sylvium-pack. Sylvium is awesome, niet te vergeten. Goed, vurige energie. Scrafty. Kijk, zag er weinig. Ursaring en Full Moon. Haha, Full Moon. En het is net zo'n idee voor je zo in de Crystal Cave. Nice, ziet er leuk uit. Hebben ze een Visiting Card? Hebben ze altijd al gehad. Nou, JB'tje, zoals ik al zei. Sparkling Lotad, hartstikke leuk. Teddyursa met de leuke bloemetjes. We hebben een Cryogonal, hartstikke leuk. We hebben een Nickit. Zijn dat nou sterren op de achtergrond? Space. We hebben de Reversed Hollow. Rock'n'Roller? Oh, Sylveon. Sylveon, wat doe je ons aan? Sylveon, nee. Een Smurgle. Ik serieus, waarom een Smurgle? Dat is gewoon een veel op het einde. Wat doe je aan, Sylveon? Sylveon, echt serieus? Als we Pokepus gaan hebben... Je krijgt er nog steeds veel, ik bedoel, echt serieus. Blijf altijd lief tegen al je evoluties. Maar dat was dus inderdaad de Glaceon V-Star. En dit keer is onze grote kaart niet echt dan een evolutie, maar wel een Golden Frostlass. Dat is zeker een goede pool. Tenminste, ik denk dat het een goede pool is. Ik weet niet echt precies wat het waard is. En op omdat ik me bezig hou met verzamelen. En ik verzamel voornamelijk evolutiekaarts. Maar goed... Hebben jullie ook een hele leuke pool? Laat het zeker weten. Maar voornamelijk, laat even weten wat jullie vinden van de Pokémon Legend Arceus op de Switch. Daar ben ik zeker heel erg nieuwsgierig naar. Nou, in ieder geval, ik edit mijn gezicht weer eventjes in. Hallo! En ik dank jullie natuurlijk naar het kijken van deze video. Wil je nog wat meer video's zien natuurlijk? Klik even op dat abonneerkanaal knopje, weet je wel. Van jij kunt natuurlijk abonneren. En dan krijg je ook nog de notificatie wanneer dat we weer een video hebben geüpload. Zoals bijvoorbeeld de Flareon, Jolteon of Vaporeon box. Die dus na deze video ook nog geüpload zullen worden. Ik dank jullie in ieder geval voor het kijken. Ook heel erg belangrijk, we hebben community. Dat is namelijk onze Discord. Link staat in de beschrijving. En videogames spelen we natuurlijk ook. En deze streamen we op Twitch. Kom een keertje langs als je er zin hebt. En drop daar een follow naar. Dan krijg je ook een notificatie wanneer dat wij live gaan. Maar dat geven we ook aan op onze Discord. Ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende video.